maar waar natuurlijk politieke keuzes aan vooraf zijn gegaan. Of waar een aantal van die crisis, politieke keuzes die gemaakt hadden moeten worden, achterwege zijn gebleven. En het droevige wil dat het altijd de kwetsbaarste zijn die die superhoge prijs moeten betalen. Mensen die toch al weinig geld hadden, die moeite hadden om rond te komen. Omdat we kennelijk de keuze niet hebben willen maken om met elkaar af te spreken. Maar wij willen niet leven in een land waar mensen te weinig geld hebben om hun huur te betalen, om in hun levensonderhoud te voorzien, dat ze hun hand op moeten houden om hun zorg te kunnen betalen en dat ze ook nog het risico lopen, als ze toeslagen krijgen, dat ze daarna door de overheid keihard worden vermorzeld. In zo'n land hadden we al lang niet meer moeten willen leven. En dat nu heel veel mensen hun rekeningen niet kunnen betalen, heeft alles te maken met het weglopen voor die keuze, voor dat morele debat wat we met elkaar aan hadden moeten gaan. Dus natuurlijk, Poetin is een ontzettende schurk. En niemand heeft exact het moment kunnen voorspellen dat hij zijn agressie op Oekraïne zou loslaten. Maar we wisten toch dat we afhankelijk waren van gas en olie, terwijl energiebesparen zoveel verstandiger was geweest om niet afhankelijk te zijn, maar ook om te zorgen dat we de bestaanszekerheid van toekomstige generaties veiligstellen. Hij is er vandaag niet bij, de minister van Buitenlandse Zaken, maar het kwam wel een beetje naïef over dat hij in een speech zei en ineens bleken we afhankelijk van een dictator voor onze energievoorziening. Ja, dat is niet ineens. En dat waren kabinetten onder leiding van het CDA en onder leiding van de VVD die wel bewust hebben gedacht, ah, Poetin, wel een lekker verdienmodel, Russische olie en gas. Laten we dat maar doen met die gasopslag in de Bergenmeerpolder. Laten we maar wegkijken bij die oproepen tot energiebesparing. Laten we maar doen alsof klimaatbeleid een linkse hobby is, of een hobby is van groene partijen. Willens en wetens, risiconemend, met de financiële situatie van mensen nu en de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. Dus voorzitter, het kabinet maakt een aantal keuzes nu gelukkig om de ergste nood te ledigen, maar wel heel erg laat. Heel erg laat. En de zorgen van mensen in Nederland zijn niet weg. En het debat gaat eigenlijk, het is een heel raar debat, over de begroting voor volgend jaar. Dus wat doen we daar om Nederland uit de problemen te helpen? Maar ook, wat doen we nu? En welke keuzes blijven daar nog steeds liggen? En over dat, wat doen we nu? Het is goed dat dat prijsplafond voor de energierekening er uiteindelijk komt. Maar er is nog heel veel onduidelijkheid. En mensen kunnen ook hun boodschappen niet betalen. En dan blijft het kabinet hangen in, we moeten even onderzoeken of een potje appelmoes telt als fruit. Ja, dat kan dus niet, mensen. We kunnen nu alvast de eerste stap zetten, BTW afschaffen op onbewerkte groenten en fruit. Hoppakee, daar help je mensen mee. Goed dat er wordt ingezet op de verduurzaming, maar we kunnen nu al afspreken met een noodwet, maakt mij niet uit hoe je het regelt, dat verhuurders die te lak zijn geweest om hun woning gewoon netjes te verduurzamen, waardoor mensen en een hoge huur hebben en een hoge energierekening, die kunnen daar niks aan doen, die kunnen niet optreden. Zorg dat die huren drastisch omlaag gaan, dit jaar nog. En voor de keuzes voor volgend jaar zien we dat het kabinet een kleine verschuiving maakt in het denken. En daarvoor wil ik mijn dank uitspreken. Verschuiving van de belastingdruk meer naar vermogens en minder op arbeid. Daar hebben we lang voor gepleit, dat is hartstikke hard nodig. Maar het is te weinig en het is te laat voor de crisis waar dit kabinet voor staat.